Dit is op het marinebedrijf. Bij het bassin waar we sauna-installaties en elementen testen. Het is 10 bij 10 bij 10. Ik vind het wel spannend eigenlijk. Daar zie je de rook hangen. Precies een beetje op het water. Dat vind ik wel mooi. Dit is natuurlijk fantastisch. Dat je zo kan uitpakken, 2 duikers, een kraan met een bovenwatercamera, een onderwatercamera. We klappen personeel eromheen, een fantastisch model. Ik hoef eigenlijk niet zoveel te doen, dit gaat helemaal goed komen. Oh, de belettering is erbij gekomen, de vlakken, de tuigage, de watermerken. Het model is toch fragiel. Het is in no time gemaakt. Dus om hem nou daar ook de testen mee te gaan doen, lijkt me niet zo handig. We blijven wel scherp, hè? Dat doen we hiermee. Ja, hij kent tot een bepaalde diepte, blijft hij gewoon veilig. Dus als je dan wat dieper wil, dan moet je hem een beetje helpen. Het moet gewoon kunnen lukken. Dat is stuurtouw aan te wisselen. Voor de duikers. Voor de duikers, ja. Ik zorg aan de voorkant en achterkant dat het gebeuren kan. En dan moeten jullie aan de gang. Mijn scherpte heb ik gelegd. En we hebben een test gedaan. Maar hij blijft onscherp. En dat is toch bijzonder vreemd. Ja, het gaat goed. Dus, je hebt het eindresultaat al een beetje gezien, hè? Ja, dat ziet er mooi uit zo. Het gaat mooi worden. Zeker weten. Volstand de snelheid. Ja, houd het vast. Heel mooi. Jongens, we doen hem nog een keer. Wel een prachtig programma zo. Dit wordt een geweldige productie, Erik. Hou maar. Oké. Het is echt een onwijs leuke opdracht. Ja, goed, hè?